Je moet hier door het volgende gaatje, jongens. Je zit vast. Oh, nee, ja, Mike! Ja! Ja, ik heb hem! Oh, thanks, bro! Goed opletten, Jan. Ja, heel goed opletten op de pijlen. Ik hou afstand. Oh! Nee, Jeroski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online race sessie hier op mijn kanaal. Vandaag zit ik hier samen met Liam, samen met Mike en samen met Thibaut. Hallo. Het duurde even, maar hallo. We gaan weer drie nieuwe races. Heb je er nu zin in? Ram dan natuurlijk keihard op, lijkt me straks super... Ja, lekker dan. Zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren voor meer. En de allereerste race is een go-in-the-hole race van Flashlight. Dus succes. Mike die pakt de randjes. Ik weet niet of dat heel veel heeft geholpen, maar... Het lijkt bijna op een trollboxje. Ja, maar ik zie wel heel veel gaten overal om ons heen zitten, dus... Oh, ik heb de checkpoint. Binnenbocht! Binnenbocht! Oh, ik heb je Let's go. Oh, de eerste komt eraan. Ja, Thibaut, die is er al. Die is snel door. Oh, wacht. Take flightboard! Ga naar beneden! Thanks! Oh, nee! Ah, ja, ik heb hem! Ik heb hem! Oh, Liam, die heeft een clean. Let's go, Mike. Ligt laatste. Nou, niet weer het ene. Jawel. Het ding is, dit was pas het eerste gaatje. Dus dan gaan er nog... Oh, er komt de volgende al, Liam. Ja, maar Liam. Nee, ik help je! Nee, dit meen je niet! Nee, dit meen je niet, bro! Je was er compleet naast en ik buk je er zo in! Dank je. Dat is dan 5 euro, alsjeblieft. How do, hè? Oh ja, oké, hij rijdt gewoon er vandoor. Nou jongens, ik heb een klein probleem. Ik heb al moeite met het eerste gat. Oh echt? Ja, maar je hebt wel vaker last van gaatjes vinden, dus... Wij gelukkig niet. Wat doe jij? Liam! Je bent helemaal omgereden! Ik maakte even een ommetje. Ja, ik wil net zeggen, joh. Ketchup staat misschien aan, maar het ding is... Hè? Ja, ketchup, doe maar even je werk, alsjeblieft. Ja, dat doet hij inderdaad ook, want je moet niet eerst liggen, want dan haal je hem niet. Yo, ja, Mike. Ik kom eraan. Ik dacht, ik wacht even netjes op je, man. Ja, wat aardig. Jij neemt ook de omweg die je helemaal niet hoeft te nemen, dus dat scheelt. Hey, we kunnen ook gewoon een aanloop nemen, nee, jongens. Dat was misschien nog makkelijker geweest. Nee, ik wil niet als eerste. Nee, ik wil niet als eerste. Nee, ga maar als eerste. Hey, jongens, ga even als eerste. Oh, deze gaan een aanloop nemen. Go, Timo, go. Liam, go. Die kon je gewoon. Ja, ik wil net zeggen, die kon je. Die kon je gewoon verwachten, jongens. Oké, ik ga wel als eerste. Let's go. Knopje! Nee, Mike! Nee, nu ga ik alsnog als eerste! Nee, dat meen je niet. Ik ga echt een aanloop nemen, hoor, denk ik. Oh, wacht, iedereen gaat. Oh, oh. Perfecte timing dit. Niet de remglitch doen, alsjeblieft. Perfecte timing dit. Ik zit in de slipstream van Thibaut. Half. Aan de kant! Ja, ik heb hem! Thanks, jongens! Nou, dit is het ding, als ketchup aanstaat, dan gaat de laatste plek sneller dan de eerste plek. En dat is dus de reden waarom we deze stunt alleen konden halen als je laatste stond. Dus jongens, dankjewel! Thanks. Ik kom er weer aan, dus ik hoop niet dat ik hem nog een keer moet doen. Nee. Nou, gezellig, wat heb jij dit keer de ketchup? Ja, dan moet ik... Oh nee, ik moet rechtdoor! Nee, ik moet rechtdoor! Door die bomen heen! Hey, bro! Oh, let's go! Door de bomen! Bomen! Bomen? Ja, let op daarna, jongens. Er zit geen reling namelijk. Het is niet bowlen met randjes. Ah, jammer. Oh, er zit weer een kleine troll in ook. Oké, de volgende go in één keer. Dat is wel bekend bij Flashlight. Die gaan we er even uitknippen. Dan doe ik hem nog een keer in één keer. En Liam in één keer! We hebben hem nog niet geprobeerd namelijk. Hey, let's go in één keer, Liam! Nou, oké, Liam heeft hem echt in één keer, maar ik niet. Ik denk dat we moeten er weer uit, toch? Ik denk het ook. Gewoon via hier. Zo! Komt hij aanvliegen, jongen? Let's go, Mike, pak de stunt, bro! Ja, joepie! Sorry, ik moest hier naartoe, man. Sorry. Ja, ze er weer een roze kanarie weer eens in beeld. Ja, Liam, dat is een boost. Ik weet ook echt niet waar ik nu naartoe moet. Oh, oh nee, nee! Oh mijn god, wat is dit? Oh, ik heb hem al. Je moet door dat gat. Ik heb hem al, in één keer. Ik denk dat dat de hele bedoeling is van deze race. Hoor. Ja, dat gaan we het heet niet voor niets een go in the hole natuurlijk. Maar ja, wat ben ik nou aan het doen, joh? Limousine, kom even op je wieletjes, bro. Ja, ik kan weer verder. Hoeveel checkpoints zijn het? Nog 10 moet ik er. Dit is geen troll, dit is een onzichtbare ramp, dankjewel. Dit is niet zo moeilijk. Hey, Thibaut. Hop. Nee. Het zijn en het blijven awesome races, hoor. Ik ga veel te hard hier. Let op. Oh, oh.
Mooi. Oh, oké, okay, clean, hoppa. Tibo! Hey, Liam. Ja, nee. Tibo heeft hem. Ja, die heeft wel wat meer nodig, hoor. Ja, Tibo die heeft even wat meer tijd nodig. Maar, wacht, jullie zijn nu bij mij. Ik krijg even door. Je moet hier door het volgende gaatje, jongens. Je zit vast. Oh, nee, ja, Mike! Ja! Ja, ik heb hem! Thanks, bro! Anders had ik hem nooit gehaald, jongen. Je beukt me zo door dat gat heen. Het is goed dat ik even op jullie had gewacht, zie je dat? Oh, bro! Wacht. Oh, net niet. Moeten we nou hier doorheen? Of moeten we gewoon... Hop. Ik denk dat dit een troll is of zo. Ik weet niet waarom, maar... Ja, ja. Is dit een troll of is dit de echte route? We gaan er nu achter komen. Het is de echte route. Oké, okay, gewoon de route volgen, jongens. En dan nu naar rechts. Ja, ik ben er. Ik moet nog 6 checkpoints. Nu nog 5. Dit is de eerste keer dat ik zo ver ga. Nu nog 4. In de hole. Ja, maar je kan nog finishen, hè? Je staat pas 1,5 minuut achter. 1,5 minuut achter, pas. Je kan nog finishen, Tibo. Kom op. Ja, maar ja. Geloof erin, zou ik zeggen. Ik geloof in je. Kappa. Wat moet ik hier doen dan? Holy knetter, nee, ik ben aan het vliegen. Moet je in de lucht kijken, gek. Oh, ik zie je. Oh, hier. Dit is de finish. Maar dat is de finish. Je hoeft alleen dat stuk nog te halen. Oeh, je kan misschien jongens. Liam ook nog een DNF geven. Nee. Ja. Ik ben gefinished. Awesome, awesome race, flashlight. Goed gedaan, jongens. Zoals altijd. Hoef je niet eens te zeggen meer. Tibo, je moet gewoon de route volgen. Ja, welke route? Ja, gewoon naar links, door dat gat heen. Oh, daar. Je ziet 2 ballen, daar hou je van. Dan weet je toch gewoon... Nee, op. Nee. Nee. Ja, nu ga je wel een DNF halen. Je bedoelt het voetbalbal zeker, of niet? Ja, ja, hij houdt er van voetballen. Ja. Ja. Ik weet niet waar jullie aan denken, maar... Ja, nu heb ik heel de race gehaald. Nee, je hebt niet heel de race gehaald, want je hebt een DNF. Ja. Hallo. Niet lief, hè? Timo? Ja, kom maar. We zijn ook zo aardig altijd voor elkaar, dus dat scheelt. Maar, we gaan wel door naar race 2. De volgende race gaat beginnen en we zijn beland in reuze koeienland. Jeetje, er zat er eentje toch? Er staan overal echt lelijke koeien, jongen. Hij heeft wel zijn best erop gedaan. Jongens. Blijf erop, jongens. Blijf erop. Het zijn 3 laps in totaal en 1 lap is maar 1 kilometer, dus we moeten echt even doorrijden. Oh, de boompje. Maat. Wat staat hier toch zo alleen? Niet tegen de koe aan! Jongens. Nee, niet leuk, moe! Nee, ik zag dit plaatje online staan. Ik dacht, deze race moeten we doen. Want die koeien zien er echt niet uit. Moe, kijk dan. Komen met de koe. Ja, ik dacht, ja, hier gaan we er mooi onderdoor. Kijk eens aan. Nee, de koe wordt er ook helemaal moe van. Moet het nou echt? Jongens, toch. Ik ga er niet eens aan beginnen. Dat lijkt me beter. Jan, koe. Liam is wel altijd on point. Je kan zeggen wat je wil, jongen. Oh, Mike, pas op! No! Ik was bijna in dat... Show. Ik was bijna tussen dat randje, jongen. Oh, ik had echt geluk daar. Wie ligt de laatste? Liam. Ik, hè? Jij zo meteen. Oh, nee. Je gaat me mooi niet inhalen, hoor. Jawel. Hop. Oh ja, de remmen. Ja, thanks. Je zei het echt net op tijd, want anders was ik er weer langs gevlogen. Oh, dit zijn echt hele snelle laps, man. Alles kan nog gebeuren. Nee, ja, daar gaat er al één. Tibo, die gaat ervan. Oh, God. Ja, Mike ook. Ik kom aan, kleine jongens, kijk uit! Hop! Ho, ho! Gaat goed. Oh, dit is echt een snelle baan, joh. Ik vind het wel leuk, eigenlijk. Hop. Je kan eigenlijk die sprongetjes beter niet pakken. Je kan ze beter ontwijken, want dan ga je sneller. Oké, laatste lap. Iedereen ik zit in volle concentratie. Ja, je moet oppassen dat je niet tussen dat gat komt. Dat gat bedoel ik. Ja! Mike is uitgeschakeld! Nee. Tibo! Ja, kom er gewoon op. Kom er gewoon op. Hey, Tibo! Het draait alleen maar om de laatste lap, bro! Oh, jij draait eerder naar rechts. Oké, slim. Kijk uit. Oh. Maar... Tibo, kom hier. Je mag niet winnen, bro. Nee. Maar jij gaat sneller. Kom op! Ik weet ook niet wat dit voor motor is, maar... Die sprong die is... Zo niet slim om te pakken, maar ja, Tibo gaat winnen. Echt, deze man, ik weet niet hoe je het doet, maar je gaat van DNF's naar eerste plekken toe. Maar dan moet je de volgende race weer naar een DNF, hè, Tibo? Ja, nee. Jawel, je moet het wel zo houden. Hij is wel eerste, hij heeft het wel gedaan. Oké, GG. GG, leuke race. Oprecht, leuke race. Alleen, ik zou wel wat meer tijd in de koeien stoppen volgende keer. De laatste race gaat beginnen en dit is een point-to-point, oftewel 1 lap met een stunt in de Krieger.
Dus succes allemaal! Nee. Oh! Ja. Gaat goed, jongens. Gaat goed. Moet het Timo even een DNF geven? Oh ja, we moeten Timo pakken. Timo, kom hier! Nee. Liam, oeh, yo. Zij... Zo. Wat doet je tegen die paal aan? Yep. Oh ja, dat is niet zo slim. Oh, ik stond even voor Paul. Nou, heel eventjes maar toch. Jongens, als jullie elkaar nog even beuken, rijd ik even langs jullie. Ja, ik ga maar even doorheen. Dank je, Timo! Oh, dit is niet de stunt. Ik dacht dat de stunt eraan kwam, maar dit is puur... Oh, voor de looks. Doei, Liam. Ik ben bang voor die mic achter me, jongen. Lekker, Timo, jij ook. Nou. Doei, Timo. Ik heb iemand gebeukt, het is me gelukt. Nee, ik ben ook van de baan ook. Ja, kijk, Timo die beukt zichzelf, ja, dus dat scheelt. Volgens mij komt de stunt helemaal pas aan het einde van de race, als ik het zo zie. Dus, hoe sneller we daar zijn, Mike, hoe meer pogingen we hebben. Oh, dit is een hele slechte bocht. Oh, die was echt verrot. Deze keer heb ik geen medebelgen die mij kunnen verdedigen. Nee, want die medebelg van je die heeft geen internet, dus daarom doet hij ook niet mee. Oh, komt er weer aan. Ja, kijk de stunt, maat. Dit is zo'n irritante weg. Is dit niet zo'n race dat je van kant moet gaan wisselen? Ik denk het ook, ja. Ik denk ook dat je misschien wel flips moet gaan doen, als ik heel eerlijk ben. We moeten even... Dat weet ik wel zeker. Oh nee, my toch? God, kijk deze race. Oh, holy knetter, bro, wat is dit? Moet je eruit springen? Holy crap, je moet eruit springen! Ja, je moet eruit springen! Oh, ik mis... Ik rij even een rondje, jongens. Let heel goed op de pijlen. Meteen naar boven, Mike. Ja, ik heb een heel rondje gereden, ik ben achter je. Nee. Ja, let op dat we er niet misschien naar boven moeten. Holy knetter! Ja, nee! Ik... Midden. Ik kom precies op dat rij. Ja, ik heb hem. Oh. Ik heb hem ook. Lekker. Maar we moeten... Niet terug, toch? Jawel. Ja, we moeten terug. Ja, we moeten terug. Nee, ik ben de laatste. Ja, lekker. We kunnen ze DNF geven. Bro, ik had geluk in die stunt, jongen. Dat was echt niet normaal meer. Ik ging ernaast bij de laatste. Ja, dat vinden wij leuk om te horen, Tibo. Nee, ik niet. Ik hoop nu niet dat we ze tegenkomen. Dat wordt wel even een puntje. Nee. Kan ik je nog inhalen voordat de stunt begint? Jawel. Maar... Dank u. Goed opletten, Jan. Ja, heel goed opletten op de pijlen. Ik hou afstand. Ik zei het nog, hè. Het wordt een dingetje of ze tegenkomen of niet. Maar Timo, daar was het einde van de stunt. Ja, dat had ik daarnet ook. Liam, ook voor jou. Daar was het einde van de stunt. Ik ben er nog op. Oh, echt? Ja. Oh, ik heb hem. Oh, jij hebt hem. Oké, dan laat ik je gaan. Wow, yo, maat. Nee, dan raak je dat. Ik werd door je afgeleid. Probeert hij mij nog te beuken ook, hè, deze man. Mike die is ondertussen al gefinished. Lekker. Lekker bezig. Je moet echt goed opletten. Je moet op een gegeven moment naar beneden. Ja, maar ik ben bang voor... Oh nee, my god. Ja, je kan hem halen nog. Ik ben er nog op. Ik kan nog doorrijden. Let's go. Oh. Omdat ik heel de tegen je hand. Ja, dat is toch leuk, Timo? Dat wil je toch hebben? Ja. Naar beneden hier. Oh. Hier blijven rijden nu. Oh, hier gewoon tegenaan, denk ik zo. Ja. Timo, ik kom eraan. Oh, wat is dat, man? Holy crap. Weer in het midden weer. Ja, hier is de checkpoint. Oké, nice. Oh, deze stunt is sick, man. Moet ik jullie nog een kans geven? Ja. Hoeveel kansen? 15. Oh, dat is een beetje te veel, sorry. Jongen. Dit is zo te verwachten, dit. Ja, maar als hij gewoon 3 had gezegd, dan was ik gestopt. Komt hij met 15 aan? Ja, daar ga ik niet op wachten, hoor. Dat is te lang. Ja, maar ik hoorde je niet, want je spreekt in het dialect, hè? Nee. Mijn grapje. Ja. Misschien kun je hem nog 1 keer halen, Timo. Ja. Je bent er bijna. Ja. Je hebt... bijna. Misschien kan je hem niet meer 1 keer halen, want jullie hebben alle 2 DNF. Sorry, jongens. Wel oprecht een awesome, soepele stunt. Maar... Daarmee zit deze video erop, dus mocht je hebben genoten, ram dan natuurlijk de kaart, blijf me straks super gaaf. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads. Check natuurlijk mijn kanaal uit, check Liam's kanaal uit, check Tibo's kanaal uit, check de races uit, check de links uit. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Doei. Bye bye.